naar die Rolls Royce Murder. De motor, praktisch, kijk, die motor heeft allerlei variaties. En hier is die dan naar de Murder. Videogames met een staalmotor zijn. Deze vliegtuigen hadden onwaarschijnlijk veel knopjes en alles moest je los en zelf regelen. En hier zie je weer proberen achter die zitten de messen niet op de staart van die hurken. Britten gewonnen. Puur en alleen maar op Edinburgh en in Moed. En ook een beetje omdat ik zo'n verhaal dacht, ja, dat is dat. Dit gaat ons niet overkomen. En godzijdank is dat zo gelukt. Dat ding gaat er haast niet zo goed. In het kader van uw kinderen hebt u zelf gemaakt. U mag zelf een pasje laten zien. Ja, dames en heren, wij zijn namelijk. De ambulance zat in het midden van het veld bij de witte tent. En dus, kinderen, let op je ouders. Want die zijn ons vertrouwen met de foto's. En thank you.
de Messerschmitt aan zich. En de Hurricane daarachter. Wat die Hurricane eigenlijk op dit moment doet, is eigenlijk weer die check til van het tweede toestel. Dus ze blijven altijd bij elkaar. Ze checken elkaars rug om het zo maar te doen. Ja. En dan hoort hij ook, dan ziet hij niet alleen de lucht op de grond, nog zo'n icoon uit die Tweede Wereldoorlog. P-51 Mustang, de Dam Yankee. Een Spitfire 16 zien vliegen, dat is dan weer een hele andere versie, ziet op een andere cockpit. En ja hoor, het is gelukt, dames en heren. De Messerschmitt is aangeschoten door een van de... Die Spitfire kon je vanaf de grond zelfs al redelijk makkelijk aanschieten. Dat deed je grondvuur minder gemakkelijk te treffen. Dus krijgen we nu een victory roll. Victory roll van de barrel rollers van de Spitfire. EHBO-tent brengen hier vlak voor de grote witte tent. Wilt u haar zo snel mogelijk komen halen? Celine wil graag haar papa en mama terug. En terecht. Nogmaals als een overvoerder. Let het alsjeblieft voor de kinderen. En dat is het mooie, 75 jaar vrijheid. En daarmee kunnen we ook een formatie laten zien. Als het ware, Brothers in Arms. De Spitfire, de Hurricane. En die prachtige kerst. Als ik dan hier vanuit onze positie, wij zitten natuurlijk een klein beetje hoger, Wouter, dan zien we hier al die mensen om ons heen. We zijn met 30.000 plus. Je gaat beginnen over zonnebrandcrème, hè? Ja, en over water, hè? Ja, eigenlijk wel. Zeg het maar, doen we dan. Dat is heel belangrijk. Dat is ook zo. En water vooral. En smeer is ook belangrijk. Die heb ik niet meer nodig. Gooit u die alsjeblieft in de afvalbakken. Het is gewoon een weiland. We zijn te gast met z'n allen vandaag op een weiland. En laat het ook met z'n allen netjes achterhouden. Ik heb hier en daar al een stukje plastic gezien of een blikje. Gooit u die alsjeblieft in de prullenbakken, daar zijn ze voor. En laten we ervoor zorgen dat we hier met z'n allen aan het einde van de dag nog weg kunnen gaan met het schoonveld. Maar ja, einde van de dag is het nog lang. Want de kom op. Zo, zo, zo.
Behalve een stuk blauwe lucht voor zich. En hij weet dat onder zich, of zij weet, dat ergens onder zich vanzelf de aarde begint en de landing definitief is. Maar dat moet je een beetje laten gebeuren. En dat is best wel grappig om te weten, komt nu een keer binnen. Nou, die is nu net binnen, die heeft dus net die fase gehad. Die rolt nu aan het begin van de baan, die rolt nu uit. De laatste fase van die landing is gewoon, nou, ik wil niet zeggen gokken, want zo'n vlieger weet heel goed wat hij doet. Maar je kunt het niet goed zien. En dat maakt het extra moeilijk om met zijn staart heel goed te doen.